wil jou oprecht en hoogst persoonlijk bedanken. Allee. Omdat jij mijn eerste album hebt aangekocht. Want dat betekent echt enorm veel voor mij. Dat wil zeggen dat jij mijn liedjes wilt beluisteren. En dat jij geniet van mijn muziek. En dat jij dus eigenlijk geniet terwijl ik iets doe waarvan ik enorm gelukkig word. Met als gevolg, zonder jou kon ik niet genieten. Dus zonder jou kon ik niet gelukkig zijn, want zonder jou was er geen Metejoor. Schopte mijn zus me letterlijk en figuurlijk onder mijn kont. En ik vloog zwaar het podium op, de onzekere ik. Maar naast angst voelde ik al snel dat ik me eigenlijk enorm goed voelde op dat podium. En al snel werd één ding heel duidelijk. Voor het eerst in mijn leven wist ik wat ik voor de rest van mijn leven wilde doen. In mijn eerste album neem ik jou dan ook graag mee doorheen. Die vierjarige reis, helaas die perikelen. Verdriet, verlies van onder meer een goede vriend, een tante en mijn opa waarover ik zing. In niets onder jou, dit alles wordt aangetikt met een helse zoektocht naar mezelf. Een zoektocht die je terug kan vinden in de liedjes, zwarte handen in het haar. En wie ga ik zijn, Mr. Joris of Metejoor? Jou natuurlijk ook heel graag mee. Door een mooie momenten, die werden vastgelegd in liedjes. Momenten waarop ik voelde dat ik de liefde van mijn leven had gevonden. Momenten waarop ik heb ervaren dat ik moet genieten van elke seconde op dat podium. Omdat ik eigenlijk een soort van gezegend ben. Gezegend met zoveel steun. Gezegend met een waanzinnig en een sterk team op mij. Gezegend. Met een prachtige band. Gezegend. Met een warme zin, een warme familie. Aangevuld met geweldige vrienden die me steunen op welk moment dan ook. Mensen die me nemen zoals ik ben. En in die opzomming ben ik natuurlijk ook de radio's vergeten. De radio's draaien mijn muziek. En jij, daar die nu luistert, die misschien een soort voor duizenden streams of heel wat concerten bent komen kijken. Jij die gelooft in Metejoor. Dankzij jou moet ik niet langer zoeken naar wie ik ga zijn.